Wouter Slob, goedenavond. Ja, dankjewel. Na 5 jaar en 1 maand krijgen we vanmiddag zomaar te horen dat je afscheid gaat nemen. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, na zoveel, meer dan 5 jaar nou, bij de prachtige gemeente Medemblik, komen er een kans voorbij die voor mij wel heel mooi is. En dat is een waterschap. Iets wat ik al een tijdje wel ambieer, maar dat sluimde dan maar. En toen kwam er een vacature voorbij en die paste eigenlijk naadloos op wie ik ben. En het mocht ook zo zijn. Ik ben heel vereerd dat ik naar Waterschap Zuiden-Zeeland mag gaan. Dat is vanmiddag bekend geworden. Het is wel een hele stap natuurlijk, hè? Harlingen-Medemblik, maar dan nu Harlingen. Helemaal naar het meest zuidelijke van Nederland is natuurlijk niet zo groot, hè? Nee. Dus, het is iets verder rijden, dat klopt. Het is niet zo duurzaam, dat klopt ook. Alleen, er zijn ambities bij het Waterschap Zuiden-Zeeland die me erg aanspreken. Dat heeft ook met duurzaamheid te maken. Dat heeft ook met bestuurlijke vernieuwing te maken. En energietransitie, allemaal dingen die ook wel nu actueel zijn. Ik heb een HTS, een technische waterachtergrond. Dat vragen ze ook. Ook bestuurlijke ervaring, nou, die heb ik in 2 gemeentes ruimschoots, eigenlijk 3 gemeentes ruimschoots opgedaan. Nou, die combinatie maakt dat ik heb geschreven en dat ook mocht worden. Ja, maar dat is natuurlijk iets heel anders. Je komt van gemeentesecretaris als baas van het personeel en alles wat binnen een gemeentehuis zich afspeelt, nu naar een waterschap. Ja, het waterschap is wel anders, ook wat onbekender. De gemeente is veel bekender, maar eigenlijk is het ook wel, het lijkt ook wel een beetje op elkaar. Je hebt ook een raad, alleen het heet de algemene vergadering. Je hebt ook een college, alleen dat heet de Dijkgraaf en Heemraden. Het is nog monistisch, hè, dus je hebt daar nog niet een griffier, dus die rol die hoor ik ook te vervullen. Dus in die zin lijkt het toch wel op elkaar. Alleen het is wat onbekender en dat is ook een aspect om het nog meer over de bühne te brengen van de inwoners, agrariërs en eigenlijk iedereen die bij een waterschap ook bekend hoort te zijn. En hoe reageerden ze thuis? Want dat is natuurlijk... Nou, dit speelt al een tijdje, dus ze waren heel blij dat het traject is afgelopen. Maar ze zijn heel blij met mij, voor mij. En verhuizen? Zit dat erin? Of is de tijd nog op en neer rijden? Of... Er is nu geen aanleiding om te verhuizen. Het is een dik uur. En eigenlijk zijn er ook zoveel aspecten bij het waterschap die niet alleen maar in het waterschap zelf moeten gebeuren. Dus je hebt ook op andere plekken te zijn. Er zijn 22 waterschappen in heel Nederland die ook met elkaar heel veel samenwerken. Dus het reizen zal sowieso wel een onderwerp zijn. Of dat hier zou doen of in vanuit Lelystad. Dus verhuizen is voor mij nog geen aanleiding. Nou, ik wens je ontzettend veel succes in de nieuwe functie. Dankjewel, Henk. En misschien komen we nog een keer tegen. Nou, je bent altijd welkom. Het is heel dichtbij. Bedankt.